Ja, we gaan testen, Dimi. Sorry, maar deze kans konden wij natuurlijk niet laten liggen. We hebben hier doodzieke Dimi uitgenodigd. Ziet er niet goed uit, vriend. Nee, hij ziet er niet goed uit, maar dit is, zijn arm is al ontbloot. Ik heb hier iets van pijlen. Okay. Mag ik die aan jou geven? Ja, ja. Dit zou makkelijk zijn, zittend. We willen jou natuurlijk wel in volle actie zien. Oké. Okay. Dus zou je... Ja, ja, daar eens proberen, gewoon. Dan ga ik een beetje naar achter. Ja, dat is een wijselijke keuze. Ja. Dus jij, ik ben nu Dimi, vrijwilliger in een vaccinatiecentrum. De man met onderliggend lijden zit klaar. En daar komt vaccinatie Dimi. Eerste spuit. Ik ben wel blij dat jullie veel vertrouwen in mij hebben. Ik heb heel veel vertrouwen in jou. Zes pijltjes. Dat is echt wat te zeggen. De eerste keer gaat niet goed gaan. Nee. Zes pijltjes en... Ja. All right. Here we go. In zijn arm, hè? Zo. Ja. Eerlijk is eerlijk. Je bent nu al de beste vrijwilliger, maar iedereen weet, vaccinatie gaat in twee, hè? Het is twee vaccins. Oei. Dus er moet een tweede spuitje, anders dan heeft doodzieke Dimi er helemaal niks aan. Nou, mag ik dan mijn zenuwachtig. Wow! Damn! Oh, hij heeft... Voor de mensen die net inschakelen, vaccineren kun je leren. Welkom bij deze cursus. Nou, doe het zelf. Je hebt nog één pijltje, maar je krijgt er nog een paar bij. Want stel je voor, Dimi, stel je voor, er duikt een variant op van het COVID-virus. Ja. Waarbij je een vaccinatie nodig hebt. Tegelijkertijd, ik bij de ogen. Zou jij dat ook kunnen? Wauw, twee tegelijkertijd. Ja. Maar zoveel is dat nu, hè? Iedereen verlaat de zaal. Nee. All right. Goh, dat is een hoofd, zeg. Goed. Ik heb niet gegooid, hè. Dimi, de factuur van ons decor komt jouw kant op. Laat mij het ook één keer proberen dan. Oké. Okay. Voor de volledigheid. Dan moet ik nog gaan zitten, nog? Ja. Wat jij niet weet, is dat ik al een hele fles Malibu ook heb. Dus dat... Je bent rechtshandig, dus je rechtervoet moet voor. Zo. Bij de hand de Dimi. Nou, dat zal ik tegen Juri ook zeggen. En we sturen de tweede rekening op naar Jan-Jaap. Zo! Recht in zijn hart. Recht in zijn hart, want zo ben ik, Dimi. Maar, jij bent Cupido. Laten wij nog één keer kijken naar de arm van deze potentieel gevaccineerde man. Deze man is veilig voor het leven, dankzij Dancing Dimi.